Het leek eigenlijk ook te mooi om waar te zijn. De langstudeerboete lag eruit en je kon weer gewoon gaan studeren zolang je wilde. Totdat Rutte en Samson deze week hun nieuwe plannen presenteerden. En daaruit blijkt dat er vooral op het gebied van onderwijs een hoop gaat veranderen. Geen studiefinanciering meer, maar een leenstelsel waarin alles terugbetaald moet worden. En, misschien nog wel opvallender, geen studenten-OV meer, maar een kortingskaart. Opeens klinkt die boete zo gek niet meer. Of toch wel? Ik ben benieuwd. Gooien studenten liever hun langstudeerboete weg? Of hun overchipkaart? Hey, het nieuwe regeerakkoord, de plannen zijn bekend. Weet jij wat dit betekent voor studenten? Klein beetje. Volgens mij gaan we er flink op achteruit. We houden zeg maar niks meer over. We hebben gewoon te lang met z'n allen op de grote voet geleefd. En ik ben van mening dat we daar dan ook met z'n allen voor moeten inleveren. Ik ben voor lenen, ben ik niet echt een voorstander van. Omdat ik weet dat heel veel studenten dan gewoon niet meer hun opleiding kunnen volgen. Ja. Daar baal ik wel een beetje van. Ik werk me al schil om in ieder geval een beetje mijn school te kunnen betalen. Ik vind het al vrij duur. Gaan jongeren nog wel studeren, denk jij? Aan de ene kant is het natuurlijk een hogere drempel, maar aan de andere kant lenen ze nu al als een gek, dus ja. Ik betwijfel het, want studeren wordt echt voor de rijken. Als ik die generatie was die zeg maar in 2014 moest studeren, dan zou het mij niet echt stimuleren. Dan zou ik misschien eerder denken om te gaan werken of zo, tenzij ik echt een studie wil gaan doen. Ik denk als je zo'n schuld opbouwt en dat je daarna de eerste 2 jaar gewoon hard werkt en afbetaalt, dan heb je de rest van je leven nog profijt ervan. We hadden dus eerst de langstudeerboete. En nu het plan om de OV-chipkaart eruit te gooien. Welke zou jij eruit gooien? Welke vind jij dat weg moet? Die zou ik eruit gooien. Ja. Die moet erin blijven. Ja, dat vind ik belangrijk. Dat is een hele goede vraag. Dan zou ik toch voor de langstudeerboete gaan. Ja, wacht, even denken. Ja, het is niet onmogelijk om binnen 5 jaar af te studeren. Ik vind de langstudeerboete gewoon onzin. Sommige mensen hebben gewoon meer tijd nodig voor een studie en om daar zoveel geld voor te vragen. Iedereen heeft een OV-chipkaart nodig. Dus ik vind dit erg als dit eruit gaat. Langstudeerboete moet gewoon blijven dan. Ja, oké. Okay, als ja. Het zou moeten. Ja, precies. Ja. Want dan bevordert het gewoon om je studie snel af te maken. Dus ja. Nou, niet zo'n heel slecht idee, vond ik het. Nee, daar ben ik. Misschien dat ze moeten kijken of ze kunnen kiezen. Voorlopig kunnen studenten in ieder geval nog gratis reizen. Dus ik maak er nog even lekker gebruik van.